Moeten we met z'n allen binnenkort gaan betalen wanneer we vervelende reclame willen doorzappen? Het lijkt absurd, maar zonder kijkers voor de reclameblokken geen centen en dus geen goede Vlaamse series. Dat zeggen tenminste de commerciële zenders. In de mediacommissie van het Vlaams parlement werd afgelopen week een voorstel van decreet ingediend dat dit zou moeten regelen. Belgacom TV is pauzeren en terugspoelen. Wat je wil, wanneer je wil. Het businessmodel van commerciële tv in Vlaanderen staat op zijn kop, omdat bij uitgesteld kijken 80% van de reclame wordt doorgespoeld. Zonder reclame is er geen VTM. Zo simpel is het. Hoe beter onze kijkcijfers, hoe groter onze slaagkansen op de reclamemarkt. In de ideale televisiewereld kan elk programma dat live op antenne gaat ook apart opgevraagd worden. Gratis indien je naar de reclame kijkt, betalend indien je door de reclame heen wil zappen. Het Spotify-model, zeg maar. Wij denken dat dat lange termijn geen goede zaak is voor de consument. Wij denken dat daarmee er beperkingen zullen ingevoerd worden in de dienstverlening die wij vandaag aanbieden. En daar zijn wij geen voorstander van. We zijn niet uit op meer geld van de kijker. Een oplossing zou de kijker echt niet mogen treffen. We denken zelfs dat televisie kijken goedkoper kan worden dankzij reclame. Hier in deze zaak kunt u het verschil maken. U moet dat niet doen voor mijn schoon ogen, maar voor de 10.000 mensen die in de sector werken en voor de 6 miljoen Vlamingen die met veel plezier naar hun zender kijken elke dag. Wat je wil, wanneer je wil.